Brussels op zoek vanavond naar de allereerste punten van het kampioenschap. En dat na de klap tegen Anderlecht. 3-0 werd het vorige week in Anderlecht. En ook Roeselare kreeg een fameuze klap vorige week. Het verloor thuis tegen Standaard. Eerste paal. Goed teruggelegd voor Mamadissa. En Patrick Nijs bleef er kalm bij. Mamadissa al een eerste keer gevaarlijk in deze wedstrijd. Maar Mamadissa laat zich al meteen zien. En opnieuw een goede mogelijkheid. En de vuist van Patrick Nijs. En kan Brussels nog wat? Gorius. Goed gedaan voor Fort. Lutula, Lutula die moet scoren. Goede redding van Cyrus. Goed gerecupereerd van Heidok. Gorius. Goede voorzet, geen offside. Fort alleen op Doelaf. Knap gedaan van Pavel Fort. De Vlaanderen met de voorzet. Fort met links. En ze blijven komen, die van Brussels. Owona. Roeselare trekt terug nu. Goeie voorzet en Fort. Pavel Fort met zijn derde kans van de wedstrijd. De linksvoetige Zolama Tumona. Goed genomen, maar net over het doel van Cyrus. Geen hoekschop, zegt Simon. Hier nog eens. Ja, mooi over de muur. Op. Felipe achter de bal. Oeh, onder de bal door Bruno. En dan van de lijn gered. Hier zien we Bruno onder de bal doorgaan. En dan Erik de Vlaanderen. Dissa gelanceerd. Goede controle, Dissa. En goede reflex ook van Patrick Nijs. Het wordt Chris Bruno. Bruno in de muur. Matumona. Voorzet. En wat een redding van Cyrus. Heel gevaarlijk schot van Matumona. Hier nog eens Matumona. Het was natuurlijk als voorzet bedoeld. Maar Cyrus moest daar nog even een positie zoeken op het laatste moment. Goeie voorzet. Lutula op de deklat. Jean-Paul Ehalé, Lutula. Wat een kans voor Lutula. Obona met de voorzet. Heel goed. Lutula voorbij Mirvic. Goed gedraaid van Zola Matumona. Matumona die kan gaan met zijn rechter voorzetten. Lutula. Lutula. Goed verdedigd, Joseph Augustin. Voorbij Paka. Voorzet. Lutula. En Fort deze keer opnieuw met een omhaal. Deze keer een geslaagde. Pavel Fort. Goeie voorzet van Erik de Vlaanderen. Gorius. Gorius. En Cyrus. Opnieuw goede redding van Jurgen Cyrus. Moeilijke bal die net voor de doelman botste. Gorius en dan Cyrus. Was nodig. En dat was de laatste actie van deze wedstrijd. 1 punt. Het allereerste van deze competitie is binnen voor Brussels. En Roeselare haalt hier opnieuw geen overwinning tegen Brussels. Dat deed het nog nooit.